Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op deze satellietfoto kunnen we goed zien dat een flink deel van Nederland te maken heeft met zonnig weer. Alleen in het zuiden en zuidwesten is nog tamelijk veel bewolking en daar blijft de temperatuur ook achter. In de rest van het land is het 24 tot 27 graden. En in die warme en vochtige lucht kunnen laat vanmiddag en vanavond een aantal regen- en onweersbuien ontstaan, met name verder in het binnenland. Komende nacht wordt het weer overal droog en dan kan er wat nevel of mist ontstaan en later mogelijk ook wat lage bewolking. Af tot een graad of 16. Morgen duurt het even voordat overal de zon goed doorbreekt, maar uiteindelijk zijn er zonnige perioden. In de middag ontstaan weer een aantal regen- en onweersbuien. In het noordwesten blijft het grotendeels droog. Het wordt rond 27 graden. Op zaterdag en zondag gaat de middagtemperatuur omlaag, na zo'n 22 graden op de zondag. Verder hebben we perioden met zon, maar ook een aantal buien, met name op de zondag. De wind draait naar het zuidwesten en waait overwegend matig, kracht 3 of 4. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl